taart voor de Noord-Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties. VNO-NCW MKB Noord waardeert vooral het initiatief van bestuurder Roelie Mossel om horecamedewerkers als gastheer of gastvrouw te laten werken bij de NNCZ. Ja, dat soort mensen hebben we nodig. Mensen die dus grenzeloos denken en dit soort mooie combinaties tot stand brengen. Waarbij je ook daarna weer terug kunt naar de horeca. Hè, want dat gaat natuurlijk een keer weer aantrekken, dat weten we ook allemaal wel. Hebben we ook allemaal zin in overigens. Maar ja, het kan ook zomaar zijn dat we in de toekomst nog een keer zoiets nodig hebben. Ja, dan heb je het al bedacht en dan kun je er ook weer een beroep op doen. Anne-Lotte werkt normaal in de catering en is nu gastvrouw. En dat bevalt haar goed. Het is heel mooi hoe ze hier met elkaar omgaan en wat ik hier heb gehoord is dat de mensen ook in deze coronatijd veel hechter zijn geworden en ja, ze komen hier ook elke avond eventjes langs om een praatje te maken en dat is gewoon heel fijn, heel leuk. Als je zoekt naar slimme oplossingen dan ben je blij als het gewaardeerd wordt, maar vooral blij als het ook opgevolgd wordt en het effect heeft wat je graag zou willen hebben. Namelijk dat medewerkers extra aan de slag gaan bij ons en ook echt een toegevoegde waarde hebben. Ja, als commissaris vind ik het natuurlijk ook belangrijk om naar alle Drentse ondernemers uit te stralen hoe blij we met ze zijn, ook in deze coronatijden. Want in de ene sector is het hartstikke zwaar. Hè? Denk aan restaurants en cafés. En in de andere sector valt het mee. Maar het loket, ik ben Drentse ondernemer, dat staat klaar om zoveel mogelijk ondernemers door de coronawinter heen te helpen. Dus ik hoop dat mensen dat loket goed weten te vinden. Het inzetten van horecapersoneel in de zorg heeft inmiddels landelijk opvolging gekregen.